Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag hebben we een nogal onbekende sport, pétanque. Jeu de boule, zoals de meeste mensen het kennen. Vatou uit Breda is hier al zo'n 30 jaar de grootste vereniging in Breda. En in deze aflevering kun je zien wat Jeu de boule eigenlijk allemaal inhoudt. Tactiek en techniek. Ik ben bestuurslid, algemeen bestuurslid van Jeu de Boule Vereniging Vatou. Wat betekent Vatou? Vatou betekent alles gaat, alles lukt. En dat is de leidraad en onze vereniging, alles lukt. En Jeu de Boule is ook Frans, hè? Boule is Frans. Dat betekent? En dat betekent eigenlijk, dat is een verzamelnaam voor balspellen. En de vorm van balspel die wij spelen is pétanque. Pétanque, en dat is? En pétanque betekent pied tanké, voeten aan de grond. Want er zijn ook balspellen, die doen ze met een aanloop. Wat Vatou zelf betreft, hoe lang bestaat het al? Vatou is opgericht in oktober 1988. En hoeveel mensen waren er toen? We zijn begonnen vanuit de handbal, met de veteranen vanuit de handbal, met zo'n 25 leden. En inmiddels zijn we de 200 gepasseerd. Zijn er nou overwegend mensen die er tijd voor hebben? Ik zie hier overwegend dat mensen die wat oudere leeftijd zijn. Ik zie geen heel jonge mensen. Dat klopt, er zijn vrij veel oudere mensen die overdag de tijd hebben om te spelen. Maar we spelen ook op dinsdag en donderdagavond. En dan zijn er ook meer jongere mensen. We zijn overdag aan het werk. Jullie hebben een compleet eigen complex nu? We hebben een compleet eigen complex. Buiten accommodatie 36 banen, binnen 20 banen. Mooi eigen clubhuis. Dus we zijn er trots op. Als mensen dit nou zien, hoe kunnen ze dan lid worden bij jullie? Gewoon naar de accommodatie komen, nieuwe inslag 89 Breda. En dan word je altijd door iemand opgevangen en dan kun je alle informatie krijgen die er is. Je kunt ook op de website kijken, www.vatou.nl. Er staat ook heel veel op. Ik zie al aan uw hoed dat het is echt een westernsport is, Jeu de boule. Nou, het is een buitensport in principe. En dan moet je toch iets hebben tegen de zon. Want je moet natuurlijk steeds geconcentreerd kijken naar de plek waar je de bal wil gooien. En naar het buutje. En het buutje is dat witte balletje, hè? Dat is dat kleine balletje, de cochonnet, ja, het buutje. Hoe werkt het? Hoe begint het spel? Ik zie dan dat mensen dat balletje weggooien. Het is eigenlijk heel simpel. Degene die het balletje weggooit, die gooit de eerste boel. En die probeert zo dicht mogelijk bij het buut te komen. Dan komt de andere partij en die probeert die bal te verbeteren. Het is dus een verbeterspel. En zolang je ligt op punt, hoef jij niet te gooien. Op punt ligt, wat betekent dat? Op punt liggen betekent het dichtst bij liggen. Dus de kern van het spel is eigenlijk proberen om zoveel mogelijk boelvoordeel te behalen. En boelvoordeel wil dus zeggen dat je meer boels hebt dan de tegenstander. Het is echt een tactisch spel. Het is heel tactisch. Het is schaken met ballen. Ik heb ook gezien dat er een rode cirkel ligt waar jullie in staan om te gooien. Waar is dat voor? Je moet dus vanuit dezelfde positie gooien als de tegenstander. En daarom trekken wij ofwel met een houtje of zo een cirkel. Die mag maximaal 50 centimeter zijn en minimaal 35. Maar hier op de club maken we dus gebruik van vastgestelde cirkels. En daar speel je ook de wedstrijden mee dus. En dat balletje, dat buutje, noem ik het even, dat mag je tussen de 6 en de 10 meter weggooien. Ja, dat klopt. En het buutje moet ook een bepaald gewicht hebben. De beste buutjes die zijn van buxushout. En, serieus, ja? Ja, je hebt ook kunststof buutjes, maar die moeten ook weer aan dezelfde mate en dezelfde gewicht voldoen. Ja. En dan die ballen die u in uw hand heeft, de boule zelf. Wat is daarover te vertellen?
Dit zijn wedstrijdboels. Dat wil zeggen, ik heb ze al heel lang, dus een jaar of 40. Maar er staat dus, hier staat nog JB op. Dus, kunt u dat eens laten zien aan de camera? Ja, het is moeilijk te zien, denk ik. Maar, want JB bestaat niet meer. Maar het merk staat er dus op. Er staat op wat het gewicht is. Deze boels zijn 730 gram. Dus, er is ook nog een gewichtse verschil. Je kunt geloof ik van 680 tot 740. En deze zijn 730. Ik wist niet dat dat zoveel uitmaakte. Ja, dat maakt heel veel uit. Meestal is het zo dat de tireur, degene die schiet, die ballen wegschiet, dat hij met lichtere ballen speelt dan de pointeur. Dat is degene die de ballen plaatst. Dat gooit hem met hele termen onder oren. Ja, het is een heel jargon. Hè. Dat... Pointeur is degene die dan mikt of die het kan verbeteren. Plaatser is dat. Dus die mikt. Dat is een hele belangrijke figuur. Ja. Als je hier nou komt op de vereniging, hoe snel heb je het dan een beetje onder de knie? Een beetje onder de knie betekent dus eigenlijk dat je de basistechniek beheerst. Dat je weet hoe je met je voeten moet gaan staan, dat je weet hoe je knieën van slot moeten zijn. Dat je weet dat je een beetje rechtop moet staan. Maar vooral dat je weet hoe je moet zwaaien. Want zo'n zwaai, dat is eigenlijk de kern van de techniek. Nou, daar ben je wel een half jaar mee bezig voordat je die techniek echt onder de knie hebt. Dat is behoorlijk, vind ik als leek. En daarna komt nog eens een keer de tactiek. En dat is nog veel moeilijker. Want dan moet je echt gewoon inzicht krijgen in het spel. Ik ben voorzitter van Breda Darts en al 14 jaar. Nou, dat doet me veel plezier en het is ter promotie van de dartsport in Breda. Het dart is nogal populair hè, de laatste jaren. Ja, in Breda nog niet populair genoeg naar mijn zin. Hoe kan dat? Ja, je hebt te maken met regelgeving in cafés. Dus jeugd mag niet zo gauw een café meer in. Hè. Je moet toch al gauw 16 jaar zijn. Dus ja, en wanneer begin je met een sport? Dat is toch... 10, 12 jaar ben, dan moet je toch wel... Kijk, en het wordt natuurlijk een beetje ondergewaardeerd, darten. Maar ik zeg altijd, als dammen en schaken een sport is, is darten ook een sport. Is het darten nou even een tussensprong? Is het darten nou dan automatisch verbonden met café en bier drinken? Nou, dat zijn wel de locaties waar het gebeurt. En tuurlijk wordt er een glaasje bier gedronken, maar dat is geen verplichting natuurlijk. En... bij topwedstrijden, eredivisiewedstrijden en eerste divisiewedstrijden worden na de wedstrijd wel een pilsje gedronken, maar tijdens de wedstrijd is het uit de boze. Vroeger was het anders, maar tegenwoordig... Moeten we dan in Breda een jeugdcentrum hebben voor darters of zo? Of? Daar zou ik graag naartoe werken met Breda Darts, ja, dat ik een locatie krijg waar ik met de darters... waar ik de opleiding kan beginnen, zeg maar. Hè, voor dus het... een niveau in Breda kunnen krijgen. Want het niveau in Breda is natuurlijk stukken minder als in de Randstad. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, daar wordt veel op een veel hoger niveau gedacht. Hoger, en hoe is dat gekomen? Dat is gekomen omdat in Den Haag, heeft Raymond van Barneveld mij eens een keer verteld, daar hadden ze in de jaren 70 de BBC al op de televisie. Omdat het dichter bij Engeland ligt. Daar hadden ze speciale antennes. En toen, daardoor is het dartsport eerder in Den Haag begonnen, in de jaren 70. Krijg je wel een leuke anekdote? Dat is een leuke anekdote, hè? Ja. En hier is het eigenlijk pas echt goed van start gegaan. Met de successen van Barneveld en noem ze maar op. Dus als een Brit als ze kijken dit ziet... Een jongen of een meisje van 13 jaar? We krijgen heel veel aanmeldingen als Breda Darts. Want kijk, BBDS speelt al gauw in West-Brabant. En als Breda Darts krijgen we heel veel vragen. Van ja, die kleine van mij wil darten, heb het op tv gezien. Maar we hebben geen locatie daarvoor. Dus. En je mag niet een vreemd kind mee een kroeg innemen. Dus dat is allemaal een beetje lastig. Maar we zijn al in gesprek met Breda Actief.
En die proberen daar ook oplossingen in te vinden. Maar we hopen toch binnen een jaar, twee jaar daar een oplossing voor te vinden. Hebben jullie ook een website van de Bredase Darts? Bredadarts.nl. Bredadarts.nl. Ja, zo vinden die ouders en die kinderen ook ons. Hè? Dus, dat is wel jammer inderdaad. Ze willen graag, ze zien het op tv, ze willen graag, maar ze kunnen nog niet terecht. Nee, ze kunnen... En nou zijn we hier in café Oranje Stad. En kun je dan niet bijvoorbeeld zeggen, we doen de tussenwand dicht en dit is een lokaal waar gedacht wordt voortaan? Je hebt ook met ouders te maken die dan zeggen, ja, mijn kind komt niet in, dus... Ja, en als daar toezicht op zou zijn? Ja, kijk, er is überhaupt zou er dan toezicht op zijn. Daar gaat het niet om. Want het is ook wettelijk gewoon een kastelein. En dingen zeggen al gauw van, luister, je mag geen bier drinken. Maar 16 jaar mag je pas... En dan kun je niet... Kijk, de ene zal misschien zeggen, nou kom maar, toezicht. Maar de andere zegt het dan weer niet. En dan kun je geen competitie organiseren, bij wijze van spreken. Ik wil vragen, kan je aan de kijkers uitleggen? En aan mij uitleggen eigenlijk. Hoe zijn de spelregels eigenlijk? Spelregels? Ja, het is verschillend, maar de 5-0-1 wordt gespeeld. En om het aan jou even uit te leggen, Rob, het is gewoon een kwestie van aftrekking geblazen. Dus je gooit punten en je trekt het af van 5-0-1. 501. En je eindigt met een dubbel. En dan heb je één leg gewonnen. En dan kun je afspreken van we doen best of 5, best of 7, best of 8. Dat is wat er afspreekt. Maar in de competitie wordt er gewoon best of 5 gespeeld. Frans, ik wil wat vragen over die dart zelf. Of die dart zelf? Ja, ik vroeger als kinderen gehoord hebben van die dingetjes van die uit China kwamen voor 3/4. Ben de boer, hè? Toen, ja, ja. Ben de boer. En, maar nou zie ik allemaal darts op tv en dan denk ik van ik hoor wel eens prijzen. Dat ik denk, jezus mogelijk. Hoe zit dat in elkaar? Ja, dat is heel persoonlijk. Ja. Zoals een timmerman die heeft één hamer en een kok heeft zijn mes en een darter heeft zijn dartpijlen. Dat ligt aan gewicht, aan de gevoeligheid, de grip, hoe groot de flight is. Dat leer je dus alleen maar door heel veel te doen. En dan heb je voor jezelf, dan zeg je, ja, dit is mijn dart. Ja, en ondertussen, precies wat je zegt, tegenwoordig heb je zoveel soorten, zoveel... Ja, en uiteindelijk vind je de beste flight, of beste flight, beste barrel, dat is het ijzeren gedeelte, zeg maar. Dat vind je dan en dan blijf je mee gooien, daar ga je mee oefenen. Want je kunt al die losse onderdeeltjes steeds persoonlijk selecteren en dan kun je je eigen En die veertjes, of hoe je dat ook noemt, aan de achterkant? Dat zijn de achterkant. Dus wat zit daar voor verschil in, behalve de kleurtjes en de... Altijd dezelfde vorm? De dartpijl op zich die heeft verschillende gewichten. Van 18 gram tot 35 gram heb ik wel eens gehoord, per pijl. Maar de flight achterop... Die veertjes, zoals jij dat noemt, maar dat is de flight. Dat is, die heb je ook in verschillende maten. Je hebt een peervorm, je hebt een driehoek. Je moet alleen maar trainen en proberen wat jou het lekkerste ligt. Breda nu. Je weet het meteen.